Ja, kom op dan, man! Kom maar, jongen. Even ze. Pakken ze. Hij staat, dat mag ik niet zeggen. Hij doet altijd heel gek. Hij kan lekker dansen. Zijn haar altijd in van die knotjes. Zwart haar. Hij samelt veel schoenen in altijd in de kleedkamer en zo, weet je wel, voor zijn thuisland. Onana? Ja. Heel goed. Wat jij bent? Voor nu, grote jongen, blond. Matthijs de Ligt. Yes. Hij speelde bij ons. Hij had onder andere in Griekenland voor mij gespeeld, onder het Bos ook. Grote jongen ook. Is voor mij woonde in Spanje. Het huis in Spanje. Heiko. Ja. Hij is dit jaar nieuw in het begin. Hij zit bij ons aan tafel. Links van mij. Die gekke Oostenrijker. Weber! Hij scoorde dat mooie doelpunt, zo, die volley zeg maar, uit die vrije trap volgens mij van Muren volgens mij. Dat hij uit de volley zo bam over de keeper. En hij is ook trainer geweest bij Heerenveen. Van Basten. Ja. Klein, net naar de zandbak gegaan. Snijder. Ja. Linksbenige speler, kleine jongen. Weet overal het beste van en gaat altijd discussies aan in het team en zo. Hij is op vakantie in de Filipijnen geweest. Kom op dan, man! Eiting. Ja. Jezus, hij. Had een tijd geleden wit haar, altijd van die gele kapsels. Nee, Justin Kluivert. Nee, hij gaat ook naar WK. Sierg. Juist. Leuk dat WK even benoemen. Vrouw Galba. Doei, jongen. Hij heeft 4 kinderen. Woont ergens in de Achterhoek daar, weet je wel. Hij heeft... Klaas Hindra. Ja. Oude speler. Lang, donker haar. Pantelis. Juist. Was dat een goeie? Ja. ik zag en ik dacht van... Dit ga je nou herhalen. Oei. Die kwam ook als eerste in me op gewoon. Maar zeker. Ik wist wie het was. Ja, maar je maar moest hij kwam er niet. Karel.